Het is nog een jaar wachten voordat we Lone van Roosendaal weer terugzien in musical. Heerlijk duurt het langst. Vandaag de dag moeten we haar even afstaan aan Blijspel. Ze speelt in Ellen Eckbourne's Liefde Half om Half. En de première is vandaag in Haarlem. Waar was je? Wanneer? We belden net een vrouw. Ze heeft een affaire. Nou, onze trouwdag, woensdag, was het tot midden in de nacht op stap. Je bent een grof zwijn, een grof dronken zwijn. Ik denk niet dat ik het nog langer verdraag. Als jij erachter zou komen dat je vrouw een affaire had met een andere man, wat zou jij doen? Like me. Dat zou je leren! Dat zou jou leren! Close to you. Wie was het? Lona. Hi. Ja, precies. Ja. Hi, Lona. Hoi, je zit er zo op één lijn. Ja. Hoe is het gegaan vanmiddag? Ja, goed. Ja, ik, dat weet je. Weet je, het is met première natuurlijk... Het is met première natuurlijk altijd een beetje lastig. Ik kan beter aan jullie vragen eigenlijk. Ja, heerlijk. Première. De première is achter de rug. Heerlijk. Ja, vind je dat altijd zwaar? Nou, ik vind de première vind ik altijd wel een soort last op de schouders. Ja, het is toch een andere soortige... voorstellingen dan de doorsnee voorstellingen. Was het een zware klap? Nee. Het is, niet zwaarder dan anders of zo. Ik was relatief rustig. Ja. Maar op een première, als er een hele kleine dingetje zo anders gaan, dan voel je dat sterker als in een reguliere voorstelling. Ja. Het meest opvallende aan jullie voorstelling is jullie hang naar 1970. Ja. Ja, kijk om je heen. Ja, ongelooflijk. Ja. Hebben wij nou naar een periodestuk gekeken over relaties en ontrouw? Nou, nee, ik denk dat ontrouw en zo, dat wel van alle tijden is. Dat dacht ik ook. Ja. Ik ben bijna kleurenblind. Heftig, van het bruine en oranje. Waarom dat historische stempel erop? Nou ja, omdat je kan dit bijna niet naar dit stuk kan je niet naar moderne tijd trekken vanwege mobiele telefoons. Het feit dat je makkelijker gecontroleerd kan worden. Dat je eigenlijk niet meer kan zeggen, ik was daar. En je bent traceerbaar. Ja. Ik denk dat het ook leuk is. En ik heb het ook van mensen gehoord die al gekeken hadden. Die zeiden, het is heel leuk om te zien hoe het eruit ziet. En een soort feest van herkenning. Van, oh ja, dat hadden wij vroeger ook. Kijken we dus naar een periodestuk? Zo van, zo was trouw en ontrouw. Nee, dat lijkt mij niet. Ik denk dat je dit stuk wat dat betreft wel in deze tijd kan plannen. Maar dan moet je wel echt dingen aanpassen qua... het is gewoon toch wel lastig vreemd gaan rond dit decennium, zou ik maar zeggen. Want je bent makkelijker te vinden. Ja. Je kan niet meer zeggen, ik had geen geld voor de telefoon. Ook opvallend, moet er elke keer aan wennen, een Blijspel. Geen versterking. Ja, nou dat is met dank aan Camilla. Want we hadden eerst wel microfoons. Ja? En het blijft gewoon altijd een beetje gekkig. Omdat je toch een soort versterking hoort waar je niet zingt. En wat wij het voordeel nu vinden, toen we onversterkt, is dat je net wat actiever en dus minder tv-achtig gaat spelen. Ja. En dat heeft dit stuk wel echt nodig. Ja, maar na een seizoen Aspects of Love, lekker versterkt, is dit niet zwaarder voor je? Nee, nou ja, het is in zoverre zwaar dat Job, de regisseur, heel graag wil dat ik een beetje wat harder, dat ik net even wat irritanter in mijn volume zat. Ja. Dat is pittig. Ja. Maar of dat nou versterkt, dat maakt niet uit. Ja. Het grappige is, op het moment dat je niet versterkt bent, geef je gewoon actief meer energie vanuit je lichaam. Ja. En dat levert altijd wat op. Over een jaar zien we je weer terug in musical. Hoe hou jij je zangspieren bij? Ah ja, eigenlijk niet. Lelijk, hè? Ik ben echt heel lui. Ben je aan het ontleren zingen? Nee, dat niet. Ik moet wel. Het is een beetje net als met spierpijn. Als je een tijd gewoon niet gesport hebt, dan heb je in het begin spierpijn. Mm-hmm. Als je weer begint. Maar dat herstelt dan ook weer heel snel. En ik merk dat met zingen is het toch... Mensen vragen wel, mis je het niet? Maar ik mis het nooit. Uiteindelijk vind ik spelen het allerleukst. Ja. En in combinatie met zingen ben ik dol op. Maar als het er niet is en ik mag dit doen, ben ik net zo gelukkig. Nou, dan heb je the time of your life. Waarschijnlijk, ja. En dan zien we jou terug in januari met Heerlijk duurt het langst. Heerlijk, daar heb ik zo'n zin in. Ja, ik ook. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Veel plezier vandaag. Dankjewel.